President Chandrika Prasad Santokhi heeft vandaag in zijn hoedanigheid als opperbevelhebber van het Nationaal Leger een bezoek gebracht aan het ministerie van Defensie. In de Memerebuku-kazerne is het staatshoofd ontvangen door defensieminister Krishna Mathura en de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid Danielle Vera. Na het inspecteren van de troepen door de opperbevelhebber volgden de toespraken. Mathura gaf in haar speech aan dat een van de prioriteiten van het ministerie is het Nationaal Leger dichter bij de gemeenschap te brengen. U bent nodig, u bent noodzakelijk en u moet een inspiratie zijn voor de vele andere mannen en vrouwen in de samenleving. De drang om meer geld op een oneerlijke, onoprechte manier mag nooit en nimmer een smet leggen op het uniform. Of op de offers die andere militairen brengen en hebben gebracht. Wij treden als eenheid naar buiten toe. Eenheid van gedrag, eenheid van tenue. Wij zullen meer dan voorheen hieraan moeten werken. De kernwaarden van het militaire beroep hoog in onze banier dragen. Dames en heren, we zijn een rijk land met heel veel mogelijkheden. Maar op dit moment is de overheid arm. Er is nauwelijks geld in de staatskas. En wij staan voor grote schulden die afbetaald moeten worden. Wij gaan de economie op orde moeten krijgen. En het defensieapparaat gaat hieraan moeten bijdragen. President Santokhi haalde aan dat de tijd dat militairen slechts het imago van wachter of beveiliging hadden, voorbij is. Hij zegt alles op alles te zullen zetten om de waardigheid van het Nationaal Leger te herstellen. Dit leger zal voor Suriname werken en niet voor individuen, onderstreept de president Santokhi. Tweede is, u heeft zoveel kennis en vaardigheden. We hebben net gezien, we hebben ontbijt gehad, ja dat mag ik ook zeggen. Met brood en voedsel, allemaal gebakken, geproduceerd door het Nationaal Leger. En er zijn zoveel gebieden in Suriname. Zeker Washabu, Apura daar, die elke dag vragen naar een bakkerij. Daar is de kracht. Nationaal Leger. Met haar kennis hoe zij een bakkerij hier draaien. Om kleine bakkerijen op te zetten in de verschillende gebieden. Het is een andere vorm. Waar je zelf het dienstbaar stelt aan het volk van Suriname in tijd van crisis. En dan kan je zeggen, als president krijg ik dagelijks zoveel brieven, een paar stuur ik naar First Lady, van zoveel nood en zoveel hulpverzoeken. Ja, er is armoede in het land. Grote delen zijn arm geworden in het land. En die moeten we helpen. Met uw genie, met uw kennis. Soms hebben we steun nodig bij een bouwprojectje. Soms hebben we steun nodig om het dak te repareren, als het regent. Daar kunnen we een handje helpen. President Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens zijn bezoek aan het Nationaal Leger.